Cecile, we zijn vandaag jou te gast om een paar vragen te stellen. Ten eerste over jou en ten tweede over het KCP. Waar ben jij geboren? Ik ben hier geboren. Heel wat leuk. In 39, dus ik ben 72 nu. Ja, voor 73 alweer. 73. Ja, ja, ja. Is die aan te zien. Dankjewel, okay. Dankjewel. Ben ook hier opgegroeid natuurlijk? Ja. Mijn ouders zijn in 36 in Groet komen wonen. Toen konden ze het atelier van John Redeker tijdelijk huren. Eigenlijk voor een half jaartje. Ja, een half jaartje. Nou, het werd 3 jaar. Maar ja, toen zei John, ja, nou wil ik toch wel weer in mijn eigen huis, hè. En toen stond deze boerderij te huur. Vlak voor de oorlog dus. En de boerderij hiernaast. Maar die boerderij hiernaast, die had het noorderlicht. Nee, die had dus het goede licht op het zuiden. En hier is het noorderlicht. Ja. Hiervoor zat Joep Nicola in de boerderij. Joep Nicola is de glazenier uit Limburg. Die had dit notabene als zomerhuis. Dus jij hebt hier eigenlijk altijd gewoond? Ik heb hier altijd gewoond. Ja. Ik ben hier op school gegaan. En ja, ik heb mijn vader dus kort meegemaakt, want ik was 12 dat hij overleed. Ja. Dus van de, ja, ik weet het eigenlijk meer uit verhalen dan dat ik het bewust meegemaakt heb. Nee, nee. Maar je hebt ook wel een leuke jeugd gehad, denk ik, in een dorp. Als... Ik heb een hartstikke leuke, hele leuke jeugd gehad. Ja, want ik hoorde net ook de naam van John Redeker. Ja. Nou, je weet wie dat John was en wie Nook was. Nook was. Alle Nook. Hè. En ja, dat is dan toch is dan zeker weer rond, hè, als je dat zou ja, zou ja, ja. Fantastisch. Ja, Nook die kwam hier natuurlijk ook regelmatig als, ja, als jochie. Ann Budding heeft hij ook. Ann Budding, ja, Ann Budding heeft hier, hoe heet het, als huishoudelijke hulp gewerkt. Ja, ja. 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 Goh. Hey, toen was het nog niet met Jan trouwens. Niet met Jan. Nee, nee. Toen was het nog Animal. Ja, ja. Hey, heb jij na de lagere school, ben je naar middelbare school gegaan of zo? Ja, ik heb hier dus de lagere school gedaan. En ik had nog een oudere broer, die 6 jaar ouder. Die is nu helaas 3 jaar geleden overleden. Maar die ging naar het gymnasium. Maar mijn moeder vond dat voor een meisje... Op de fiets naar Alkmaar, nou, dat vond ze me niks. Dus ik ben op de middelbare meisjesschool geweest in Bergen. In de Rondelaan. Op de MMS, in de Rondelaan. Ja. Goh. Hey, en heb je nog, ja, je hebt net wel een broer of zussen gehad. Je had 1 broer. Ik had 1 broer, ja. Okay. Ja. Hey, en hoe was de situatie in die tijd dat jij jong was? Je bent natuurlijk nog jong, maar dat je toen jonger was. En je vader was kunstschilder. Was dat een beetje geaccepteerd in een dorp als groep? Nou, ja, wel. Ja, kijk, de vriendinnetjes, die vonden het eerst allemaal wel eng. Want ja, nu hangt er niet zoveel naakt. Maar mijn vader was ook nogal een naaktschilder. Hè? Dus hij had heel veel tekeningen, naakttekeningen gemaakt. Ja. Dus die keken eerst en gniffelen, weet je wel. Ja, ja. Maar ja, god. Nee, daar, ik heb er nooit last van gehad eigenlijk. Nee, nee, nee. Nee, want was die toch, daar worden wel veel kunstenaars in groet, hè? Ja, Brussels, ja. Van Dijk en Kuiten en Redeker. Wiegmannen. Ja, ja. Hey, maar hoe was het in het leven in een gezin waar vader schildert? Dat is toch iets bijzonders? Ja, het is bijzonder. Maar dat zeg ik je, ik heb niet veel herinneringen. Op de een of andere manier is dat toch een beetje weggeëpt. Ja, ja. Maar ik kreeg weet het ezeltje. Ja. Dat kreeg ik van mijn vader. Mijn broer was een beetje ruw in de... Die mocht nooit in het atelier komen, maar ik mocht... Ik was heel rustig. Ja. Ik kreeg een ezeltje en ik mocht hier ook schilderen. Ja. Hey, en heb jij na de schoolperiode, naar de MMS, heb je gedaan voor werk? Na de MMS heb ik eerst een halfjaartje op een belastingkamp, een kantoor gezeten. Toen was net de aangriep. We hadden een heleboel... Maar ja, dat was niks voor mij. En toen... Was ik niet bij een kiet aan de kunstenaars gezeten? Nee, bij de belasting? Nee, 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 nee. Maar toen kwam ik op de volkshogeschool. Hey? Ik heb 6 jaar op de volkshogeschool in het Oude Hof gezeten. Oude Hof gezeten, hey, ja, ja. Op de administratie. Ja. Eerst
administratie voor Château de Miridon in vlakbij Parijs. Mm-hmm. We gingen reizen naartoe. Maar ja, ik vond dat kantoorwerk toch eigenlijk niet zo leuk. En ik zei, god, ik zou wel eens een sportcursus willen doen. Toen, ja, de Volkshogeschool had heel veel connecties met Volkshogeschool in Denemarken. Toen ben ik drie maanden op de Volkshogeschool in Sunneborg geweest. En toen heb ik daar ook een beetje de sport geleid. Ja, een beetje sport en spel zo op de Volkshogeschool. En na nog weer een paar jaar, ja, toen wilde ik er toch wel weg. En hoe oud was je toen? Nou, ik was 18. 18 dat ik daar begon. 18 tot 24. Ja. En toen werd ik nog een keer uitgenodigd door die directeur van die school in Denemarken. Want ik wilde eigenlijk naar SIOS. Maar dat was er veel te laat en er waren toch ja, meisjes van een jaar of 17, 18 en ik was 24. Dat is toch een te groot verschil. En er was ook eigenlijk geen plaats meer. Toen zei die directeur, die was met me meegegaan. Hij zei, als het niet lukt, dan nodig ik je voor een half jaar uit voor een andere cursus. Nou, ik zeg graag. Ja. Dus dan heb ik daar nog een... Maar je bent 39 geboren, dus dat je 24 was, was het 53, 54. Hè? Ja. Goed? Mijn vader is in 52 overleden. Nee. Nee, 63. 63. Mijn vader is in 52 overleden. Ja. Hey, en nadat... Nou, en toen kwam ik dus uit Denemarken terug. En toen heb ik nog even bij de Stichting Uitwisseling voor Studiereizen, dat was ook onderverdeeld bij de Volkshogeschool, heb ik gezeten om te helpen. En toen ben ik naar de Culturele Raad overgegaan. Anne Boots? Ja, die was er toen ook, maar dat was met Gerrit in het Hout. Gerrit in het Hout, ja. Dat was toen, hadden ze een kantoor op Kranenburg, in Kranenburg, boven. En met Gerrit heb ik de eerste tentoonstellingen gemaakt en ingericht en zo. In Kranenburg? Nee, in Noord-Holland. Okay. In Beets, herinner ik me nog, in Beverwijk hadden we tentoonstellingen. En dan gingen we met, ik had een eentje, gingen we in mijn eentje met schilderijen. Dat was echt de pioniertijd van de cultureel, tenminste van die tentoonstellingsdienst, hè? Ja, van ja. De culturele raad. Ja, want daar kent Anne ook weer Gerrit het Hout van natuurlijk. Ja. Hey, maar jouw werk was dus dat de culturele raad? Dus de... kantoorwerk, maar bij Hans van Rey en bij Gerrit. Hey, en hoe lang heb je daar gezeten in Kranenburg? Nou, even kijken, in 1964 heb ik die cursus in Denemarken gedaan. Ja. Dat was een half jaar. Dus in 1965 ben ik even dus naar die Stichting Uitwisseling geweest. En in eind 1966 ben ik naar het KCB gegaan. Bij Van Lode Ruiter, dat was burgemeester. Ja. Hans woonde beneden, Hans Wortel? Hans Wortel woonde toen beneden. Ja, die periode. Maar, nee, we hadden eerst ook de benedenruimte hadden wij natuurlijk ook. Want het KCB zat beneden, in Kranenburg. Ja. En daar vandaan zijn ze naar het plein gegaan. En mijn moeder... Die is na het overlijden van mijn vader, heeft zij 10 jaar als gastvrouw op KCB gezeten. Oh. Eerst in de Doorrijstal, ja. Bij Taverne. Ja. En toen naar Kranenburg. En ik viel, ja, mijn moeder, dat was alleen maar de weekends hoor. En zomers door de week ook. Alleen de weekends. En nou, dan viel ik wel eens in, dan had ze geen zin om weer... Die zat daar voor 1 gulden per uur. Oh ja. Hey, maar de kunst is bij jou door je strot gedouwd. Dat is, ja. Letterlijk zo, hè? Ja. Dus, ja. Je moest ervan eten, je at ervan en je werkte ervoor. Ja, het was toch mijn... mijn lieveling. Nee, ik vond het heerlijk. Zalig, ja. En maar toen ben je dus ook zo binnengestroomd bij het KCB, hè? Toen... Ik verving mijn moeder dus af en toe en toen zei Gerrit ook van, wat is dat niet,
niet wat voor jou. En ik kende dan natuurlijk ook een heleboel de kunstenaars ook die daar in het bestuur zaten. Ik zat al in de sfeer, in de Ik zat er al helemaal, ja, ja. Dus ik ben toen mee verhuisd naar, dat was, op het plein was toen een verkoopcentrum, het was Albert Heijn, hè? Ja, ja, ja. En Legerstee, die was dus een van de directeuren van Albert Heijn. En die zat ook in het bestuur en die heeft dat toen een beetje... Zich hard gemaakt. Ja. Zodat Albert Heijn naar de huidige plek ging gegaan en dit kwam leeg. Okay. Dus eerst was het een verkoopcentrum. En later is het, en veel later is dus de kunstuitleen gekomen. Toen is werd ik gevraagd om naar het KCB te komen, die toen ging verhuizen naar het plein. Ja. Maar jij wie toen nog in bestuur zat, die had toen voor gevraagd, hè? Ja, nou onder andere, dat was toen de, en die is ik geloof 10 jaar vicevoorzitter geweest, Antonie van Kampen. Zijn van Kampen? Ton? Ik heb, nee niet Ton, ja Antonie ja, van Kampen. Ton, ja, Ton, ja, ja. Toon. Ja, Ton. Toon. Toon. Toon, ja. Ja, ja, ja. Ja, ik heb wel iets van 10 voorzitters versleten. Ja, kun je ze wel een beetje herinneren, die voorzitters? Ja, ik weet nog Pluis, ik weet Antonie van Kampen, Hans van Ree, Fred Eijf, heel even nog... uit Utrecht, Arie Rampen. Ja, ik zal er vast nog weer een paar. Maar er was veel wisseling van de wacht natuurlijk. Veel wisseling van de wacht, ja, ja. Was dat nodig of was dat er, waren ze allemaal interim? Of? Nee, nee, nee. Ja, alleen, eigenlijk alleen Antonie van Kampen. Die, en dat was toen altijd zo, er waren burgerbestuursleden en kunstenaarsbestuursleden. Er moesten ongeveer 4 kunstenaars inzitten en 3 burgers. Ja. En de voorzitter mocht geen... Dat is nu nog zo. Dat is nog zo. Dat is nog zo. Ja. En ja. Ik denk dat het een goede verhouding is. Ja, dat is een hele goede verhouding. Ja. Ja. Valt niet altijd mee om burgers zo gek te krijgen dat ze ook dat willen, zo'n kunstenaarsorganisatie. Maar het is wel heel goed dat de verhouding zo is en dat de voorzitter geen kunstenaar is. Ja. Ja. Die zou toch het boel kunnen beïnvloeden. Ja, nou en of. Ja. Hoe was de tijd dat jij daar begon? Weet je nog precies ongeveer het jaar dat je daar begon op het plein? 66. 66. Okay. En toen was er ook K66. En dat waren meer de evenementen. Hè? Dus KCB was eigenlijk hoofdzakelijk een tentoonstellingsgebouw. Ja, waar ja. Dus de leden, waar de kunstenaars leden konden exposeren. Maar... toen is er ook dus een aparte stichting gekomen voor allerlei evenementen, voor toneel en voor film. En... Ja. Een breedgedragen een... podium eigenlijk. Ja, 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 ja. En waren er toen veel leden bij dat jij daar werkte? Of daar kwam? Ik dacht zo'n beetje een 80 leden. Toch wel hoor. Ja, toch, ja. Het begon eigenlijk, hè, we bestaan nu bijna 65 jaar, ja. Hè. Dit jaar, hè? Dit jaar, 65. En het begon eigenlijk met alleen maar leden uit Bergen, Schorel. Ja, ja. Maar dat is zo langzamerhand. En nu is het helemaal uitgeweid. Ja. Ik vind het nu eigenlijk een beetje te groot. Ja. Er is nog weinig binding onder. Er is weinig binding. En nu was het echt, toen was het echt een, een beetje een sociëteit, hè? Ja, precies. Ja, dat ze elkaar meer gunnen of elkaar meer de bal toespelen? Ook, of, ook. Ik heb me eigenlijk ook altijd gevoeld als een gastvrouw. Ja. Ja. Niet iemand die op kantoor zat en dingetjes regelde. Nee, nee. En het leukste vond ik ook altijd, het met de mensen praatjes maken. Borreltje drinken. Ja. Nou, of koffie. We hadden altijd, ik geloof dat hij nu weer terug is,
Dat de ronde tafel, daar is een vreselijk gevecht altijd om geweest. De ene bestuurslid vond dat veel te huiselijk. De tafel moest weg. Oh, er is, er, oh, ja. In de ledenvergaderingen zijn er zelfs. Ja. Ja, maar vind jij ook niet dat, als het zo groot is, ja, het moet wel om de belangen te kunnen koesteren vanwege de contributie die we binnenhalen, maar het is niet meer de vriendenclub van vroeger. Nee, absoluut niet. Nee. Nou, vroeger hoefde ook men niet te betalen, hè? Nee, dat was vroeger niet zo. Vroeger was dat helemaal niet zo, nee. Ja. Maar het was, ja, 's morgens ook altijd een heel gezellig koffieuurtje aan de ronde tafel. Ja. En stevast kwam Jaap Saks bijvoorbeeld, ja, hè? Ja. Ja, mijn docent nog geweest, hè? Het is jouw docent nog geweest. En ja, Nico G. Hè? En Nico G. Nico G. Ja. Nico G. Berghout voor de kijkers. Ja. Maar ja, het weet je, het is organiseren kost natuurlijk ook geld en zo. Het is allemaal een andere. Ja, tijd. Natuurlijk. Het is een hele andere tijd geworden. Of Kranenburg nou zo geweldig is als vooruit. Ik vind het jammer, hoor, ja, dat het uit het centrum is. Ja. Ja. Hoewel het in het centrum ook niet genoeg publiciteit krijgt of aandacht krijgt. Nee, maar ja, daar loopt men loopt er langs en je stapt makkelijker binnen. Ja. Zullen we het voordeel van de twijfel gaan geven? Wat vind je? We gaan het voordeel van de twijfel. Ja. Ik weet ook niet wat het anders moet. Nee. We moeten eruit. Tuurlijk, het kan ook niet anders meer. Hey, wat zou jij voor eis stellen als liefhebber, als kind van een kunstschilder? Wat zou jij zien als KCB zou moeten betekenen voor de kunst in het algemeen, voor de kunstenaars, de werkleden als zodanig? Mag je ook je eis stellen aan KCB? Mogen KCB eis stellen aan de kunstenaars? Nou nee, ik vind dat je de kunstenaars toch wel vrij moet laten met wat ze gaan doen. Ja. Nee, maar ik bedoel, je kan ze geen niet meer om betrokkenheid vragen. Nee. Nou ja, wat. Ik geloof dat dat nu niet meer gebeurt. Ja, ik kom ook niet zo vaak meer in het KCB, maar dat de tentoonstellingen ingericht worden door de kunstenaar zelf. Ja. Met, dat vond ik ook altijd het leukste van mijn taak daar. Ja. Ik richtte met de kunstenaars de tentoonstelling in. Ik vond het ook heerlijk om te hameren. Ja. Ik heb van Loek van Meurs trouwens met mijn afscheid een penning gekregen van Loek en Geert-Jan, waar ik opsta met de schilderij zo. Hè. Ja. Dat was heel leuk. Ja. Ik vind het leuk dat wij te gast bij je zijn. Ik vind het leuk dat we jou mochten interviewen als onderdeel voor de documentaire over 65 jaar KCB. We hopen je nog heel lang te mogen meemaken. Nou, heel graag gedaan. Ik vond het ook heel leuk. Reuze bedankt.